Wat een ongelooflijke zware wedstrijd voor jullie vandaag. Hoe kan dat? Nou, ik denk dat wel meeviel. Alleen we komen er niet echt lekker in. En wat we voor de tijd afspreken, dat vond ik dat we dat niet hebben gedaan vandaag. En ja, dan kom je niet lekker in. Ja, dat bedoelde ik eigenlijk met zwaar, hè? Nou ja, goed, oké. Okay, ja. Uiteindelijk kom je dan toch 2-1 voor en dan moet je gewoon over de streep trekken. En dat vergeten we vandaag te doen. Heb je gehoord wat Genemuiden heeft gedaan? Nou, daar word ik een beetje helemaal gek word ik ervan. Want wij moeten vandaag hier van NEC winnen. En wat Genemuiden doet en wat Volendam doet, dat interesseert me echt helemaal niks. Wij moeten vandaag van NEC winnen en dat hebben we in verzaakt. Dus volgende week moeten we winnen. En wat Genemuiden vandaag heeft verteld, dat maakt me echt serieus geregend de onderuit. Wat sluipt dat toch in de ploeg, dat soort dingen? Dat bedoel ik. Dat wil ik dus niet horen. Dus wij hebben het niet over Genemuiden, wij hebben het over Urk NEC. We hebben vandaag gelijk gespeeld. Dus we hebben 2 punten laten zitten. Wat doen jullie er nu de komende wedstrijden aan om dat zeg maar eruit te laten? Ja, juist aanvoerder heeft daar natuurlijk ook een rol in. Wat moet je dan doen? Nou ja, constant die opmerkingen maken die ik net geef. Hè. Ik wil geen Genemuiden in de kleedkamer horen. We moeten ons focussen op Urk. Dat hebben we vandaag gedaan. En helaas was dat niet goed genoeg. Ja. Waar heeft dat mee te maken, dat het niet goed genoeg was? Nou, ook met de tegenstander denk ik, maar vooral wat ik aan het begin zei. We spreken voor de tijd dingen af en dat doen we niet. En dan komen we 2-1 voor en dan verzaken om de 3-1 te maken. En ik denk dat we minimaal 500-600% kansen hebben gehad om 3-1 te maken. En dan krijg je een knullige vrije trap tegen en die maken ze af en de bal ik behoorlijk van, zoals je merkt.